school. Ze is vanochtend van huis gegaan op de sokken. Ik zal even kijken. Als hij niet is, dan bel ik je terug. Meester, meester, kom gauw. Rosie zit onder tafel en ze zit te grommen. En ze komt er niet onderweg. Hè? Kom, kom meester, kom. Wacht, wacht, wacht. Wat is er gebeurd? Nou, Roos die had geen schoenen aan. Dus wij vroegen waarom. En toen werd ze boos en ging ze onder de tafel zitten. Maar we moeten nu echt kijken hoor, want ze bijt ook nog en zo. Oh nee. Ja, echt! Maar even aan de kant, want hoe is ze achter je? Normaal. Wat is er aan de hand? Vertel het eens. Gisteren had Rolf het bespreekbaar gehouden. Het bespreekbaar gehouden over die en dat wij het vlees eten en dat vind ik zielig en daarom heb ik ook mijn schoenen niet aangedaan. Ik snap het, ik snap het volledig. Iedereen vindt vlees wel lekker, maar de dieren gaan er ook mee lijden. Maar jij eet eigenlijk ook wel vlees, je hebt ook de vinger van Rolf opgegeten. Ja, dat was wel waar. Trek je gimpen maar aan, dan ga je daar maar op lopen. Die zijn van stof gemaakt, dat is veel makkelijker. Oké.